op vrijdag. De dag voor Wereld UFO-dag. Ja, dat is morgen. Wow. Maar dan hebben we geen uitzending. Dus vandaar dat we het vandaag als zodanig hebben uitgeoefend. De dag voor Wereld UFO-dag is bedoeld om overheden te stimuleren informatie over UFO-sightings vrij te geven. En natuurlijk om mogelijk buitenaards leven niet bang te maken. Gaan we natuurlijk ook vandaag gehuld in een speciaal kledingstuk. Namelijk de Snuggie! Yeah. En ze zijn binnengekomen. Er staat hier een doos. Ik heb echt het gevoel dat mijn leven vandaag eindelijk zin krijgt. Ik vind het zo fantastisch. We gaan ze nu, op dit moment zijn we ze onverdoofd, ritueel, aan het uitpakken. Ja. Ja, wat leuk. Er zit een heel mooi plastic tasje. Zo, en rood, hè? Ja, natuurlijk. Ja. Ik had er niet meer stilgestaan, maar daar heeft Anton natuurlijk aan gedacht in het Q-music rood. Oh ja, dit is helemaal dat gevoel van die vliesdekens. Ja, hoe ruikt die? Nou, hij ruikt naar een nieuwe auto, dat is gek. Hij ruikt naar een nieuwe auto. Ja, ja. Een beetje chemisch, weet je wel. Maar dat is waarschijnlijk. We zullen zorgen dat hij, zeg maar, als we aan het einde van de uitzending zijn gekomen en we gaan de Snuggie weggeven aan een van onze lieve luisteraars, misschien ben jij dat wel. Dat hij, ik zal maar zeggen, ook gewoon lekker ruikt naar ons. Dat we er flink in gezweet hebben en volop in gekwijld. En dit is het idee, hè? Toch? Ik ben er stil van. Anton moet er ook heen. Anton. Anton, jij moet ook bij doen. Jij moet ook voor de staan. Nou, ben ik mooi klaar mee. Nou, dit, kijk, het ziet er natuurlijk nu een beetje vreemd uit, wellicht. Maar ik denk, op de bank, voor de televisie. En dan, je moet je voorstellen, een hele grote rode deken met gigantische mouwen eraan, dat is het dan ook. Dus aan de achterkant zie je helemaal niks. Dus je moet er wel iets onderaan, hè, onder die snuggie, als je gaat chillen op de bank. Ja, tenzij je een andere agenda hebt natuurlijk. Dus en een hele grote lompe zak voor je buik, waar je denk ik de afstandsbediening in kan doen. Ja, vermoedelijk jou, of je gsm, of er zit ook een gebruiksaanwijzing bij. Even kijken. Oh nee, dat is gewoon een reclamepapiertje. Snug, rug, cozy. Brushed fleece blanket. Soft touch brushed fleece. Suitable for adults and children. 100% polyester. Nou, echt, we maken alleen maar van natuurlijke materialen gebruik. In de Van Inkel in de Middag Show. Heb je het ook zo warm meteen? Die hitte echt. Ja, dat is heftig. Die valt niet te kanaliseren. Van Inkel in de Middag. Chillin' in my snuggie. Chillin' in my snuggie. Q music. Q is good. For you.